In naam van Revij heet ik jullie hartelijk welkom op het tweede slotmoment. We staan hier op de prachtige stadsbegraafplaats van de Trooststad Leuven. Niet alleen hier in Leuven, maar op bijna 140 begraafplaatsen in Vlaanderen klinkt nu op dit eigenste moment muziek en worden de verhalen verteld van en voor mensen die de fundamenten vormen van onze gemeente en steden. Het is 1 november en we willen stilstaan bij het verlies van onze geliefden. De coronapandemie heeft er ons toe gedwongen om afscheid te nemen op een wel heel erg vreemde manier. Dikwijls zonder aanrakingen, knuffels en zelfs op digitale wijze. Vandaag wil Revij ons daarin toch wat meer warmte en troost bieden. De oprichter van deze VZW is Pieter de Knut. Pieter, kom er even bij staan. Kom er maar bij. Hè. Zeg, de meeste mensen kennen Revij van de troostmomenten, maar wat doen jullie precies nog allemaal? Ja, ik denk dat de rode draad een beetje is dat we op zoek gaan naar warmere rouwcultuur voor Vlaanderen. Dit jaar doen we dat vooral in Leuven, die dit jaar trekkerstad is van Revij. En daar hebben we een ongelooflijk mooie samenwerking met de stad Leuven en met Schepen Bieke Verlinden, die ik trouwens nog eens wil bedanken. We hebben hier eigenlijk een troostfestival opgezet met heel wat Leuvense organisaties. Een festival? En wat doen jullie dan precies? Het is eigenlijk 8 weken waar meer dan 20 eventjes plaatsvinden. Een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld gisteren hebben we 1425 kaartjes op de Deilen te water gelaten. De mensen konden een boodschapje opschrijven. En dat is evenveel kaartjes als er mensen zijn gestorven in de coronaperiode, die dus eigenlijk niet echt een waardig afscheid. Hier in Leuven zijn gestorven. In Groot-Leuven, ja. Ja, veel. Ja. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen die niet echt een warm afscheid hebben kunnen nemen. Oké. En ik las ook dat jullie troostacties doen. Wat zijn troostacties precies? Oh, we doen eigenlijk veel. Ja, ja, we doen veel. Die troostacties is een project dat we hebben gedaan samen met meer dan 20 troostorganisaties, want er zijn ongelooflijk veel warme, prachtige organisaties die werken rond troost. En daarmee doen we eigenlijk een oproep aan alle verenigingen over heel Vlaanderen, jeugdbewegingen, naaiclubs, breiclubs, enzovoort. Iedereen kan. En het idee is eigenlijk dat iedereen in zijn gemeente een lokale troostactie opzet. Oké. Okay. En dat kan bijvoorbeeld zijn koekjes bakken voor het woonzorgcentrum, of bijvoorbeeld een kampvuurtje of een academie die bijvoorbeeld troostconcertjes brengt of die dan huis aan deur aan deur concertjes brengt. Ja. Alle mogelijke vormen van troost, maar muziek is ook troost. Ja. Dus ik ga je nu van het podium sturen, want Stella Sue staat te wachten en zij zal voor ons het nummer You brengen. Een lied dat ze schreef voor haar kinderen, maar toch een extra grote betekenis kreeg omdat ook jouw papa getroffen werd door corona. Stella Sue, aan u de microfoon. Dank u wel.